had jou niet mogen zoenen. En dat zet je recht om met Noeran te trouwen? Ja. Hoe dan? Kijk, ik heb je al eerder proberen uit te leggen dat wat jij voor me denkt te voelen een test is... Echt, hou je nou eens een keer mee op. Homoseksualiteit is geen keuze. Ik heb nog wel een boek voor je, hoor. Heel interessant. Waarin de wetenschapper namelijk uitlegt dat je seksuele voorkeur al in de baarmoeder wordt vastgelegd. Dat klopt. En dat niet. Is namelijk een feit. Net zoals dat je aan die hele voorkeur niks kunt veranderen. En je kunt het ontkennen, zoals jij doet. Maar je hersenen zijn niet een soort van harde schijf waarop je bepaalde bestanden kunt deleten. Dat is me eerder gelukt. Ik was een jaar of 14. Ik was nieuwsgierig naar andere jongens of alles wel hetzelfde eruit zag als bij mij. Ja, dat ken ik. Maar dat is normaal op die leeftijd. Nou, de meeste jongens zijn meer nieuwsgierig naar meisjes op die leeftijd. Ik kreeg gevoelens voor die vriend van me. Ik raakte opgewonden van hem. Ik wist dat dit niet oké was. Dus ik dwong mezelf zoveel mogelijk met meisjes bezig te zijn. Net zolang ik niet meer met hem bezig was. En dat is gelukt? Ja. En daarmee bewijs ik dat je jezelf kunt veranderen. Maar dat jij zo heftig op mij reageert, dat betekent dat je dat helemaal niet zo goed kan. Ik zie het als een laatste test. En die test ga ik overwinnen. Dan weet ik ook nog wel een laatste test. Laten we onszelf uitkleden. Wat? Ja, als het waar is wat je zegt, dan moet je dat kunnen weerstaan. Dan kunnen we elkaars lichaam aanraken zonder dat je het iets doet. Dat is zo smerig, man. Wat is er nou smerig aan? In een Turks badhuis word je toch ook naakt gemasseerd? Ja, maar dat is zonder bijbedoelingen. Oké, goed. Goed. Dan raken we elkaar niet aan. Om aan te tonen dat die wetenschapper ongelijk heeft. En dat jij jezelf kunt beheersen.